De vermissing van Nathalie Holloway raakte Jeroen van der Boom persoonlijk, aangezien hij destijds in hetzelfde hotel verbleef als haar moeder, Beth Holloway. Hij onthulde dit tijdens een uitzending van Jinek. Joran van der Sloot is onlangs in Amerika aangekomen om daar berecht te worden voor het afpersen van Beth Holloway, de moeder van Nathalie Holloway die in 2005 op Aruba verdween. Haar lichaam is nog steeds niet gevonden en er is nooit voldoende bewijs gevonden om Joran hiervoor verantwoordelijk te houden. Het feit dat Jeroen van der Boom in hetzelfde hotel verbleef als Beth, bracht de verdwijning van Nathalie destijds heel dichtbij, zoals hij gisteravond bij Jinek vertelde. Ik verbleef in hetzelfde hotel. We waren daar voor een potje voetvolley. Hoewel ik zelf niet kan voetballen, was ik er als muzikant. Ik moest optreden, net zoals vanavond hier, en daarna was er een feest. En toen gebeurde het. We liepen naar het terras en dachten, er wordt gefilmd. Zij was weg en er was veel commotie, maar dat het uiteindelijk zo'n groot nieuws zou worden, konden we toen niet bevatten. Zij zat op het terras en er werd gefilmd voor een interview, want haar dochter was verdwenen. En wij dachten, wauw, dat is die vrouw, hè? Het was daar een drukte van je welste, aldus Jeroen. Maar dat het uiteindelijk zo heftig en groot is geworden, is onvoorstelbaar. We weten natuurlijk dat het zo was. Elke keer denk je daar weer aan terug, dat je die vrouw daar zag zitten. En dan die beelden die je dan ziet. Het is waanzinnig. Het lijkt erop dat Jeroen gewoon opschept door te zeggen dat hij in hetzelfde hotel verbleef als Beth. Maar daar houdt het niet op. Even later wil hij ook nog eens benadrukken dat hij de beroemde voetballer Erling Haaland heeft ontmoet. Dat had hij ook al aan Eva's redactie verteld voor de uitzending. Ontmoeting met Erling. Jeroen brengt het op een gegeven moment zelf ter sprake wanneer het over Erling gaat. Eva springt erop in, Jeroen, jij hebt hem ook ontmoet. Je hebt niet alleen de moeder van Nathalie Holloway ontmoet, maar je hebt ook Erling Haaland ontmoet. Wanneer was dat? De zanger antwoordt, tijdens de herfstvakantie. We waren in Spanje en gingen in een restaurant aan een ronde tafel zitten met vrienden. Onze kinderen waren er ook bij. Ik zat met mijn rug naar hem toe en ik ben niet echt een voetbalkenner. Ik kom vaak in de arena, maar dan om te zingen. Het was een geweldige ervaring, volgens Jeroen. Mijn jongste zoon is 16 en mijn oudste zoon is dol op voetbal. Hij heeft zelfs een tijdje in Chicago gespeeld en ademt voetbal. Mijn jongste zag die grote Viking zitten en de oudste dacht, dit ga jij niet doen, dit ga jij niet doen. Luc, blijf zitten, zei ik. Maar Luc zei, ik ga het toch vragen. En hij liep onbevangen naar die tafel en vroeg, mag ik een foto maken? En hij kreeg als antwoord, nee. Ik dacht, ben jij zo? En toen zei hij, als ik klaar ben met eten, mag je komen. En toen hij klaar was, zei hij, kom maar.